Maar daar komt verandering in. Donderdag wordt het een beetje een overgangsdag met wat buien. Vanaf vrijdag wordt het droger en kouder. En als de computer gelijk krijgt, zou ik vanaf zondag zelfs opnieuw de winterjas tevoorschijn halen. Bedankt, Erik. In dit journaal hadden we aandacht voor de afloop van de NAVO-top in Brussel en voor de discussie in de speciale senaatscommissie over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de ministers Spitaals en Matteau. In onze late uitzending kunt u het tweede deel zien van de vierdelige reeks over het West-Afrikaanse land Liberia. Vandaag over de problemen van de hulpverlening. Einde van het 7:30 journaal. Bedankt voor het kijken. Das Leben freut, war goldene Chianti Wein. Ja, ja, der Chianti Wein, da sagt uns keine Nein. Drum schenk die Gläser ein, die Welt soll unser sein, war Chianti Wein. De voedselrellen in het Belgische Brabant lopen uit de hand. Perkse boeren vechten tegen de hongersnood. In plaats van witloof voor zichzelf kweken ze hier ananassen om de Belgische schulden af te betalen. Waarnemers van Vredeseilanden vergelijken het met sommige gebieden in Afrika. Daar is te vaak voedselhulp nodig. Dat blijft dweilen met de kraan open, zegt Vredeseilanden. Om dingen echt te veranderen is politieke wil nodig. Vredeseilanden. Helpen is hulp overbodig maken. Pret gegarandeerd nu met onze laatavondfilm, de Amerikaanse komische prent Cadillac Man. Een autoverkoper die een echte rokkenjager is, komt danig in moeilijkheden wanneer een jaloerse echtgenoot opdaagt, natuurlijk net op het meest ongunstige ogenblik. In de hoofdrollen Robin Williams en Tim Robbins. Opportunity, opportunity.